Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Veel bewolking boven Duitsland en in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland komt ook veel bewolking voor en er valt af en toe wat regen uit. In de loop van de dag gaat die bewolking wat meer opschuiven naar het westen en dat betekent dat die regen wat verder het land intrekt. Vanochtend is het zo'n 17 tot 19 graden met vooral in het westen ook af en toe zon. Er staat een zwakke tot matige wind uit westelijke richting. Vanmiddag dus regen af en toe in het oosten en mogelijk ook in het midden bij temperaturen tussen de 19 en 21 graden. Vanavond trekt de regen uiteindelijk weg naar het noordoosten en wordt het overal droog en klaart het ook sterk op. Temperatuur die ligt dan zo tussen de 15 en de 17 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Morgen trekt de wind verder aan. Die wordt uiteindelijk matig tot vrij krachtig en waait uit het westen of noordwesten. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook een aantal buien. Smiddags dus wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Misschien op een enkele plek 21 graden. En volgende week blijft het licht wisselvallig. Er is zeker ruimte voor de zon, maar er vallen ook een paar buien. En de middagtemperatuur ligt over het algemeen rond de 19 of 20 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne zaterdag.